Yo kijkers van Lube Games, ik ben Bas en welkom terug bij deze gloednieuwe aflevering van Walk into Fargard. We gaan het nu ook anders noemen, mensen. En we zijn vandaag in Greyhold. Greyhold is een van de nieuwe biomes van de server. Helemaal custom gemaakt. En ik heb hier vooral aan gewerkt en ook wat hulp van andere mensen. Van andere, ook nieuwe bouwers hebben hier aan meegeholpen. We gaan gelijk beginnen. En laten we gewoon gelijk doorgaan met lopen. Ik heb de bloks even aangezet. En deze biome is eigenlijk een soort van tussengebied. Hier woont niet echt iemand. Maar er woont niet echt iemand. Dat is ook weer grofweg gezegd. Het is niet van een specifiek kingdom dit. Maar er wonen wel mensen. En we komen hier aan bij het eerste dorpje. En dit dorpje dat is... door mijzelf gemaakt. En dit vind ik best nice om weer eens te zien. Want ik ben hier al heel lang niet meer geweest. En ik vind de decoratie hier ook heel goed gelukt. We gaan eerst eventjes in de herberg kijken. Herberg de Grote Spar. Relatief simpel. Wel een leuke herberg. Misschien had ik hier nog wat carpets op neer moeten leggen. Ik weet niet of boven ingericht is. Ja, is ingericht. En het ziet er gewoon best wel leuk uit. Gewoon een soort van tussen... dorpje is dit, omdat de weg gaat ook nog verder. En hier zo wonen gewoon een groep mensen. Hier ook boomstammen en een put. En hier zo heb je eigenlijk een beetje het hoofdgebouwtje. En dit is een kerk. Deze mensen die zijn gelovig. En je kan hier dus bidden elke dag. Ik vind het echt nice gelukt dit. Het is klein, het heeft ook wel echt een knussfeertje. En het ziet er gewoon nice uit. Hier heb je de bakker. En je hebt gewoon hier en daar kleine opslagstukjes. En het ziet er heel gaaf uit, vind ik zelf. Het heeft echt een iets heel gaafs als je hier ook overheen vliegt. Het is klein, maar het heeft toch wel echt een soort van dorpgevoel. En dat komt ook door dat muurtje wat er omheen zit. Dat het met elkaar verbonden is. Ja, ik vind het heel goed gelukt dit. En als we verder lopen, dan gaan we eventjes iets sneller lopen. Want dit gebied is ook wel... soort van wasteland. Het is namelijk dat dit gebied eigenlijk niet heel erg dicht bevolkt is. Ook de volgende custom gebieden waar we nu mee bezig zijn, zijn niet eigenlijk heel erg dicht bevolkt. Maar bijvoorbeeld met het Sivare project waar we nu ook mee bezig zijn, dat wordt natuurlijk wel gewoon echt dicht bevolkt met veel dorpen en gewoon kastelen. En dit is gewoon wat minder. Dit is gewoon iets meer dun bevolkt. Dus hier wonen gewoon minder mensen. Zoals je kan zien, komen we hier alweer aan bij het volgende stukje. En dit heeft Dwarsligger gemaakt. In combinatie met Thijs. En hier leven de houthakkers. En dit vind ik nice gedaan. Het gave vind ik ook dat je hier van die... zagen hebt. En dat is heel gaaf gedaan, vind ik zelf. En als je dan uiteindelijk kijkt, hebben ze nog wel een klein gedeelte. Volgens mij is dit ook nog ingericht. Ja, dit is ook ingericht. Nou, aparte manier van inrichten. Maar op zich ook wel weer leuk. Kun je hier slapen? Ja, hier is wel over nagedacht. Nice. En we lopen door en dan komen we volgens mij weer, daar staat natuurlijk weer een houthakkersgroep. We hebben hier gekeken naar of wij toch nog iets meer tussen dat dorpje en het volgende, de andere dorpen kunnen leggen. Want dat vonden we wel nice. En uiteindelijk is dat ook goed gelukt. En ik vind persoonlijk de houthakkers ook wel een van de gavere dingen in dit gebied. Hier heb je dan ook bijvoorbeeld nog een houthakker. Wat ik dan wel nog... Bijvoorbeeld, dat is hier wel beter gedaan. Dat hier ook wat meer resources liggen. Maar bijvoorbeeld, het is nog wel een beetje kaal. De grond doet al wel heel veel hoor. Maar het is nog wel een beetje kaal. En hier heb je dan wel hout liggen en boomstronken. Dus dat is wel nice. En als we dan verder lopen, dan komen we... Ik denk dat je het al kan zien in de verte. Komen we aan bij het kasteel. En voor de mensen die dit misschien herkennen, dit kasteel wilden wij ooit gaan gebruiken
voor een andere serie. En we lopen trouwens over deze brug. Ja, dit is gewoon heel gaaf geworden. Ik ben persoonlijk heel erg tevreden over dit gebied. En het, ja, je komt hier gewoon bij het kasteel aan. Dit is gewoon heel gaaf geworden. Dit was ook het eerste project van de nieuwe bouwers. En Thijs en dwarsligger, ben ik zijn naam nou kwijt? Wacht. Ik ben gewoon de naam kwijt. Ik weet het gewoon niet meer. Siebe, tuurlijk. Siebe en Thijs, die hebben hier ook aan meegeholpen. Het kasteel, dat stond al op de server. Dat hebben we redelijk vroeg gemaakt. Het is al echt een huge-ass kasteel, zoals je ziet. En we komen hier al bij de eerste bewoonde stukken. Want hier heb je de farmers. En hier ligt echt een heel groot farmland omheen. En dit kasteel is gewoon echt heel dik geworden. Echt waar. Het is heel gaaf geworden. En de farmlands zien er ook gewoon heel nice uit. Persoonlijk vind ik het echt heel gaaf geworden. Want je ziet gewoon echt dat kasteel gewoon op die rots. En hier heb je dan gewoon, loop je gewoon over de farmlands. Nou, langs de farmlands. Richting het kasteel. En dan hier heb je dan, ja, het is heel gaaf. Als je hier dan bijvoorbeeld overheen vliegt, kijk dan hoe tof dit is. Echt waar. Het ziet er echt heel gaaf uit. We hebben echt heel goed ons best gedaan. We gaan eerst even rondom het kasteel kijken. Dat gaan we doen. We gaan eerst even rondom het kasteel kijken. Hebben we dan de huisjes van de boeren. Die zijn niet ingericht, jammer genoeg. En hier loopt het pad nog verder naar het zuiden. Daar gaan we eerst even heen. En ik denk als wij die kant oplopen, daar komen we dan zo meteen nog wel. We gaan eerst even deze kant op, want we komen hier weer meer in de wastelands en in de heuvelachtige gebieden. En dat, we komen hier zo meteen weer bij een klein dorpje, wat aan de voet ligt van dit gebied. Het gave vind ik ook gewoon de bomen en ook gewoon de bloemencombinatie. Dat vind ik echt heel gaaf. Het is gewoon een van mijn nieuwe projecten als het gaat om landscapen. En dit was echt gewoon, ik heb echt grote stappen gezet. En als ik gewoon kijk naar wat er nu gewoon staat, is het gewoon heel gaaf. En dat ben ik nu dus ook aan het doen in nieuwe gebieden. Dus daar gaan we ook binnenkort weer een keer een tour van maken. En hier komen we aan bij een ander dorpje. En hier wonen eigenlijk redelijk wat van de boeren. Dit is ingericht. Daar gaan we even inkijken. En hier zijn de kleuren wit-rood. En ik weet niet precies of dat nog een bepaalde betekenis heeft. Wit-rood. Misschien heeft dat witte heeft het te maken met onafhankelijkheid. Ik weet het niet precies. Maar hier, dit is wel eigenlijk een kingdom op zichzelf. Maar het wordt eigenlijk niet echt gebruikt in de story. Hier hebben we dan ook nog een huisje. Nice. Hier is gewoon ingericht. Dat is nice. Kan ik mezelf niet eens meer goed herinneren, joh. En dan komen we hier uiteindelijk naar beneden. En dan heb je hier een klein havenstukje. Ja, gaaf is dit. En dan heb je al Erona. Hier zo ligt Erona. Ligt er vlak naast. Ja, tof. Heel gaaf. En zo maken we eigenlijk beetje voor beetje maken wij eigenlijk de server custom en ook landschappen connecten we aan elkaar. En dat gaat steeds beter. En ik vind het persoonlijk heel gaaf om ook door dit gebied heen te lopen. Het heeft echt een hele gave sfeer. En ja, het is gewoon echt heel dope. Het heeft echt gewoon een hele gave sfeer. Je kan gewoon hier eigenlijk gewoon zo lang doorlopen dat het gewoon... Elk stukje van dit gebied is ook wel anders. Dan heb je hier naar heuvels. Heb je hier dan weer een dorpje. Vlieg even terug naar het kruispunt. En dan gaan we deze kant op. We gaan weer even lopen. Want we komen hier weer aan de rand van het kasteel. En aan deze kant gaan we nu naar een stukje. Kijk ook gewoon hoe huge dit kasteel is. Het is echt niet normaal. Het is echt insane. We komen zo meteen uit bij een havenstukje. Even kijken hoe dit pad precies loopt. Het loopt echt vlak langs de zee. Ja, dit is ook heel dope gedaan. Ik vind het heel gaaf. Ik ben hier zelf heel erg trots op dit gebied. En ook gewoon het kasteel past er ook gewoon perfect in.
Daar twijfelden we ook geen moment aan om hem te plaatsen. Want hij, ja, hij moest eigenlijk een keer geplaatst worden. En dat is gewoon heel goed gelukt. We hebben hier een klein havenstukje. Waar een boot ligt. Ik weet niet of deze boot ook ingericht is. Ja, het is wel een beetje ingericht. Hierboven kun je dan, heb je dan de stuurman. En dit vind ik heel gaaf. Dat je van die kraaiennesten hebt. Kun je hier zo naar boven toe. Ja, en dan heb je hier dat kasteel zo. Heel gaaf. Maar ja, de vorm is er wel van de boten. Deze. Ja, het ziet er heel goed uit. Kan ook nog naar beneden toe. Oké, het is ondergelopen. Misschien is dat de reden waarom die hier ligt. Nou, in ieder geval, we gaan terugvliegen. En we gaan naar het... de voet van het kasteel. Want daar komen we eigenlijk voor. En we gaan kijken hoe het eruit ziet. Ik ben er ook alweer een tijdje niet meer geweest. Dus het is voor mij ook weer een tijdje terug. Alles is wel gewoon ingericht. Dus dat is ook gewoon heel gaaf. En je ziet de kleuren rood-wit. Hier woont zeker wel een machtige heer. Als je gewoon dit als kasteel hebt. Kijk dan. Als je hier binnen loopt, kom je uiteindelijk uit op een heel groot plein. En we hebben hier heel veel te laten zien. Ik ga niet alles langs. We gaan gewoon het kasteel in. Het ziet er heel goed uit. We zijn hier nog steeds heel erg trots op. Het heeft ons echt weken gekost om dit in elkaar te zetten. Dit is ook eigenlijk gemaakt in Conquest. Waarom hier TNT staat, weet ik ook niet precies. Het zag er gewoon heel goed uit volgens mij. En we gaan eerst de benedenverdieping doen. Hier hebben we dan een soort van wijnkelder. Heel gaaf, heel dope. En hier links kom je uit bij de eetzaal. Het is dan toch nog wel een beetje leeg hier en daar. Hier heb je dan de balzaal met een piano. Dit is dan wel weer heel gaaf. En hier heb je dan de keuken. Ja, heel tof, heel dope. En dan kom je hier weer bij een tussenzaal uit. Heel gaaf. Dit is echt... Ik ben hier nog steeds zo tevreden mee. Dat dit gewoon gebouwd is. En dat we hier gewoon op de server... gewoon iets heel doops in elkaar gezet hebben. Dat we dit ook gewoon niet eerder bedacht hebben om dit te plaatsen. Dat is heel jammer. En even kijken. Hier rechts kom je volgens mij uit bij het... guard gedeelte. Hier slapen ze volgens mij. Ja, vet. Echt. Dit vind ik heel gaaf. Hier heb je dan een soort van opslag. Oh, hier horen ook armorstensen staan. Maar die zijn niet meegenomen, denk ik dan. Ja, dat zal het zijn. Even kijken. Daar hebben we iets wat niet ingericht is, jammer genoeg. Nee, dat is niet ingericht. En we gaan naar de bovenverdieping. Want daar hebben we ook nog heel veel te laten zien. We gaan nog wel eerst even hierheen. Nee, dat doen we straks. De tuinen, daar gaan we zo meteen nog even heen. Eerst naar boven toe, want we gaan eerst even kijken hoe dit allemaal in elkaar zit. En waar iedereen slaapt. Je komt hier uit bij een gang. En hier links heb je dan een kamer. Je kan hier gewoon overnachten. Het is volgens mij een slaapvertrek. We gaan eerst naar rechts toe. Want hier rechts loop je volgens mij... een toren in, als ik het goed heb. En kom je uiteindelijk weer uit bij meer slaapvertrekken. En als ik uiteindelijk de eetzalen ga tellen hier, dan is het echt niet normaal. Volgens mij zit hier een eetzaal. Yep, hier zit een eetzaal. Heb je hier nog een kamer. Maar deze kamers zijn ook groot. Het zijn hele grote, hele chique kamers ook. Hele grote kamers. Hier heb je weer een kamer. Ja, vet. Heel gaaf. Hier hoort denk ik een schilderij te hangen. Heb je hier weer een kamer. Ja, echt nice. Het ziet er heel goed uit. Het is misschien in Conquest gemaakt. Het is misschien hier en daar een beetje outdated. Maar daarentegen ziet het er wel heel goed uit. We gaan naar de andere kant. Of hier ooit nog lore van komt, dat zou kunnen. Maar of we dat gaan doen, weet ik niet. Hier hebben we ook weer een kamer. En volgens mij hoort hier ook een deur te zitten. Plaatsen we die gelijk even terug. Hier zo heb je een werkkamer. En hier zit waarschijnlijk ook de notaris. Nou, hou het wel even nacht. Misschien is dat ook wel dope om een keer te hebben. En
we hebben eigenlijk al deze verdieping al helemaal gehad. Hier naar boven kom je eigenlijk uit bij het gedeelte waar de Lord slaapt. En die heeft echt gewoon een grote kamer. Je ziet het bed ook al, kroonluchter. En het is heel dope. Ik vind het echt nog steeds een van de gaafste builds die we hier op de server hebben staan. Hier heeft hij dan uitzicht over zijn kasteel. Ja, vet. Heel dope. Heel gaaf. Een deurtje even dicht. Het ziet er ook wel nice uit om dit een keer in het donker te doen. Hierzo heb je dan nog zijn eigen privé. Zijn privé eetzaal. En aan de andere kant heb je zijn werkplek. Als we dan deze kant op gaan, dan komen we volgens mij uit bij de. Nog een belangrijk. Ik hang hier even een toortje op. Zo. Een andere belangrijke persoon. En dit is volgens mij. Ja, dit is ook best wel een grote slaapkamer. En dan denk ik. Oh nee, dan hebben we nog alleen het stukje van de kerk wat we nog kunnen doen. Ga ik even iets sneller doorheen. Want anders wordt de tour ook al heel lang. En we gaan gewoon eventjes op deze manier even rondlopen. Want als je gewoon kijkt hoe groot. En al deze muur, die muur is ook gewoon compleet ingericht. Hier liggen mensen. En uiteindelijk kun je hier de kerk in. Dit is volgens mij niet helemaal ingericht. Nee, dat is wel jammer. Oh, yikes. Even kijken. Wie is dit? Het is iemand die met mij aan het meelopen is. Nou, het zal wel. Hierzo hebben we dan de tuinen. En dan kom je uiteindelijk hierzo uit bij de bibliotheek. En dit is ook heel gaaf gedaan. Deze heeft Stijn in elkaar gezet. En deze bibliotheek is gewoon heel dope geworden. Het heeft een beetje een Efteling sfeertje, vind ik zelf. En het is gewoon ook een hele grote bibliotheek geworden. Als we naar buiten gaan, dan komen we ook weer bij de tuinen uit. En dan hebben we eigenlijk het kasteel gehad. En dan, is denk ik deze tour geslaagd. Deze walk into Fargard. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video, mensen. Vond je dit een gave aflevering? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. Wil je hier meer van zien, dan laat het ook even weten. En vergeet ook niet te abonneren. En zie ik je bij een volgende video, mensen.